Met Richard Verhoeven, trainer PSL. Richard, goedenavond. Goedenavond, Frank. En gefeliciteerd met de contractverlenging. Ja, bedankt, Frank. lang onderhandelen geweest met je advocaat? 5 minuten. Ja, maar even serieus, waar praat je dan over, Richard? Waar praat je over? Over de voortgang van het nieuwe seizoen. Of we alle spelers kunnen behouden. Welke randvoorwaarden we nog beter kunnen maken. Hoe we de trainingskampen in willen gaan vullen. Dus allemaal een stukje randzaken. Maar dat is al niet in 5 minuten? Nee, maar goed. Vijf minuten. Nee, goed, het half uurtje geduurd. En, dat soort dingen hebben we op papier gezet. En waar we aan gaan werken. En belangrijk is dat we in eerste instantie eruit zouden gaan komen. Om in ieder geval met elkaar verder te gaan. Nou, dat was gauw, dat was snel beklonken. En daarna hebben we even om de tafel gezeten van nou, wat willen we eigenlijk en wat wil PSL eigenlijk, hè? Wat voor stelling willen ze gaan nemen volgend jaar, ook in de tweede klas, en welke spelers of alle spelers kunnen blijven. Wat wil PSL, Richard? Nou, stabiele tweede klasser worden en gewoon ook een keertje leuk meedoen om een periode. Als we de diverse media bekijken natuurlijk, zien we overal dat er spelers komen en spelers gaan. Hoe zit dat bij PSL voor het nieuwe seizoen? Nou, dit is op dit moment vrij rustig. Als ik zo begrijp dan, en hoop, is dat alles intact blijft. Misschien dat we in de breedte nog wat erbij moeten gaan zoeken. Maar op dit moment is prioriteit dat alles blijft. Op een gegeven moment, er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de spelers van de selectie. Ja, als het goed is, zijn morgen de laatste gesprekken afgerond. En dan weten we wat graag wil blijven en wat misschien ook wel weggaat. Wie voert die gesprekken, is dat Theobert? Dat is Frits en Nog voor technische zaken. Ja, goed, ben even zijn naam kwijt. Nou ja, oké. Maar daar zit jij niet bij in ieder geval. Voorzitter, hoe heet hij nou, joh? Frits van Achten, hoe heet hij? Nee, die andere, die vorig jaar voor Theo zat. Sjoerd, weet jij dat? Klaas van Netten. Oh, Klaas van Netten, ja, tuurlijk, Klaas. Kijk, daarom zit jij hier nou, Sjoerd. Ik help je wel ooit trainen. Klaas, goeie avond, Sjoerd. Hey, als daar die Sjoerd, die nu toch bij ons natuurlijk weer fit is. Heb je niks aan. Wordt nog moeilijk voor hem om terug te komen, of niet, in de eerste? Nee, antwoord, ja. Dat is ook zo'n mooi verhaal natuurlijk. Hè. In die zin is het niet mooi voor Sjoerd. Maar ja, iedereen Sjoerd is altijd een rots in de branding geweest voor PSL. Maar ik heb hem nog bijna zien voetballen. Dus in die zin start hij gewoon helemaal weer op nul. En natuurlijk heb hij kritiek. En ik hoop gewoon dat hij begin augustus dat hij gewoon fit is en dat hij aan kan sluiten. Want ja, het is een goede voor de groep, positief, betrokken bij heel de club en het wel en wee. Dus als je kwaliteit hebt, kom je altijd bovendrijven, toch? Absoluut. Afgelopen zaterdag 1-1 DCV, je was niet tevreden? Nou, niet tevreden. Kijk, je wil altijd winnen, laten we dat voorop stellen. Alleen ik denk, we hebben vorige week dinsdag tegen Xerxes gespeeld, een hoofdklasse voor de voor een van die voetbal Rotterdam Cups. En we zijn er met een klein groepje heen gegaan. We hadden net 2 wissels. We hadden gelukkig nog wat aanvulling van 2 kunnen krijgen. Fit Bakker was niet helemaal fit. Dus we hebben op ons tandvlees daar gelopen. En we hebben daar echt een fantastische prestatie neergezet. We hebben gewoon 1-1 gespeeld. We hebben echt naar ons vermogen hebben we gevoetbald. En ik denk, al hadden we het geluk een beetje aan onze zijde gehad, hadden we misschien nog wel 2-3-1 kunnen winnen. Qua kansenverhouding en niet qua veldspel. Maar ja, ik heb Joost Bot alleen voor de keepers staan, Alex van Dijk alleen voor de keepers staan. En ja, als ze 2-3 invliegen, dan hebben ze echt niks voor het zeggen. En dan wordt het penalties en dan verliezen we met penalties. Nou ja, dan is het een leuk avontuur geweest. Hebben we leuke wedstrijden gespeeld. Ook tegen RSO hebben ze gevoerd en nu ook weer een aansprekende. Maar dat heeft wel ook kracht gekost dinsdag. En ik had echt wel de indruk dat eigenlijk zaterdag nog wel een beetje bij de jongens in de benen zat. Zeker de eerste helft.
In de tweede helft hebben we daar wat overheen kunnen stappen. En ja, toen konden we wat meer brengen. En toen zijn we denk ik ook heel de tweede helft bij DCV op de helft geweest. Alleen ja, de finesse om het af te maken, ja, zat er gewoon even niet in. Het had wel gekund, maar het had niet terecht geweest. Dus uiteindelijk 1-1. Ja, je wil winnen om in ieder geval ook veilig te komen en wat hoger op die ranglijst te komen. Ik las het verslag van die verslaggever van het AD die bij die wedstrijd was. Ja, hij vroeg jou om commentaar. Nou, je vond die wedstrijd net wat je net zei natuurlijk. Maar je zei verder ook van ja, behoud het tweede klassenschap, zeg maar, voor PSL is het belangrijkste op dit moment. Je kijkt echt niet verder? Ja, ik kijk echt niet. Nee, ik kijk wedstrijd tot wedstrijd. En ik denk al iedere keer als we de punt sprokkelen, dan komen we steeds hoger. En dat blijkt ook wel. En we gaan straks die laatste periode in. Maar ja, ik heb dat al meer gezegd, weet je. De eerste seizoenshelft is ook niet makkelijk gegaan. En ja, als je kijkt waar we misschien 5 weken geleden nog stonden, dan stond het anders. En ja, om dan nu te zeggen, ja, we gaan weer de periode. Ja, dat vind ik gewoon iets te... ja, we gaan even in alle euforie gaan we mee. Ja. En dan denk je, ja, laten we eerst zorgen dat we Franken vrij kunnen spelen. En dan, ja, laten we zeggen, als we de komende 3-4 wedstrijden winnen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Want anders sta je in één keer goed in die periode. Maar ja, dat krijgen we zaterdag Grote Limpel, krijgen we BVCB. En nou ja, dat is dan de nummer 2. Dus, dan, ja. weet je waar je staat, hè? Nou ja, goed, weten waar wij staat. Dan kan je verder gaan kijken, ja. Hij hield ook, die verslaggever, want daar deed ook een lijstje met statistieken bij. Hij zegt 10 corners, geen gevaar. Train daar zo weinig op? 10 corners, geen gevaar, ja. Train je op stilstaande situaties? Nee. Dat blijkt wel. Hebben we nog niet op getraind, maar goed, vorige week scoren we de 1-1 eruit. Dus ja, zeg het maar. Okay. Vorige week kop Ricardo over even kop hem binnen. Mm. En hoe heet het? Geert die schiet de vrije trap binnen. Dus ja, weet je, dat is allemaal wat een verslaggever wil zien. En, okay. Ja. Je zei het al, Grote Lint komende zaterdag. Veld is niet best, begrijp ik, hè? Nou, dat is zacht uitgedrukt, ja. Je kan er ook niet op trainen? Nee, we hebben gisteren op het trainingsveld getraind. Gelukkig was het gesleept en helemaal geprepareerd. Dus we konden nog wel heel wat doen. Dus conditioneel hebben we lekker aan de bak gezeten. Dus hopen dan we gewoon morgen wel op gewoon een goede dan in ieder geval wel wat meer de ruimte hebben. Oké, top. Als het allemaal doorgaat, heel veel succes, Richard. Komende zaterdag tegen Grote Lint. En nogmaals gefeliciteerd met de contractverlenging. Dankjewel. Fijne uitzending. Dankjewel. Groeten. En we zien elkaar. Hey. Hoi. Hoi.